Eerst afgeven elkaar zetten, dames en heren. Koeken en beren. Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag 31 oktober 2021 en het loopt nu tegen 2:30 aan. Ik loop nu met Lady en Rodi loopt helemaal daar. Ja, dus wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Daar loopt dus Ro. Loffie is daar aan Beauty ook. Die staat hier. Hé, Leid. En daar is Ro. Zo, ik krijg zo meteen een lift. En daar gaat Ro weg. Ja. Want de buurman die gaat met mij meerijden naar de IKEA en nog naar de Hornbach. Kijk. Oeh, dat was de 6. Feestenaar. Oeh, dat is helemaal niet fijn in de feestenaar. Oeh, ben ik blij dat die het dinsdag wordt gemaakt. Oeh, ben ik heel blij dat die dinsdag wordt gemaakt. Wauw. Nou ja, komt wel goed. Roos al even onderweg naar de IKEA, want ons autootje gaat niet zo snel. En deze, die gaat wel lekker snel. Dus ik ben nu even aan het wachten op de buurman en dan... ga ik in deze mooie auto. Ja. Naar de Jumbo. Nou, 5 minuten, maar dat gaan we dus niet doen. We gaan dus nu lekker naar huis en dan hebben we dus eventjes een week geen Jumbo bij ons, maar we kunnen altijd nog uitwijken naar Volbrief. Maar die gaan we niet doen, niet, denk ik. Weet niet zeker, maar oké. Okay. Maar buurman is ook onderweg met mijn Latte. Latte, ja, Latte. Latte ook. Latte, hè? Eén lat, toch? Ja, mijn Latte. En mijn geen... En je Mickey. Nee, ik wou net zeggen, dat is hem, maar nee. Maar wij gaan dus nu inderdaad, wat ik al zei, richting huis. Want we zijn bij de IKEA geweest. Kijk maar, hier, kijk, 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 hier. En het is regenachtig, heel erg. Maar dat maakt niet uit, de pret mag niet drukken. We zijn nog bij de Hornbach geweest. Daar heb ik ook eventjes een filmpje van gemaakt dat we aan het zagen waren. Heb je kunnen zien. En we gaan dus nu... Oh, tramrails. En we gaan dus nou naar huis. Dus, jullie zien ons zo meteen weer thuis. En jullie zien ook weer al even. Hé, hey, de top. Want ja, anders zien jullie Ro niet zo vaak, hè? Nee, maar nou wel. Ja, Ro die heeft weer trouwens pijn in zijn hand. Dus het schiet ook niet helemaal op. Maar het is wel de liefste man die ik ooit ken. Ja, oké, Alex, maar dat is mijn broer. Dus ook al zeg ik wel schat tegen hem, maar dat is gewoon mijn stopwoordje. Maar qua man zijnde, waar ik mee getrouwd ben...
anders dat deze wel. Ja, af en toe een beetje kibbelen moet kunnen. Dat heeft iedereen wel eens, maar ja. Dus wat ik al net al een paar keer zei, we gaan dus nu naar huis en jullie zien ons zometeen thuis. Het is een beetje donker, maar dat maakt niet uit. Mijn lieftallige buurman die moet alweer weg, maar hij heeft dus geholpen om dit dus allemaal in zijn auto te krijgen. Daar ben ik helemaal blij mee. Dus een shout-out naar mijn buurman die dus nou weer weggaat. Dus ja, helemaal top. Dus daar gaat hij. Dus die staat hier al. Ik ga even zometeen, ik kom er even niet uit, mensen. Maar dit moet even opgeruimd worden, maar dat komt wel. Dat is even één grote soortje, ik weet het. Maar dit gaan jullie binnenkort niet meer zien, dit gaan jullie allemaal binnenkort niet meer zien, nee. Gewoon niet, nee, totaal niet, gewoon niet, nee, sorry. Nog niks aan doen. Maar ja, ik ben er blij mee. En deze kant komt achter. En deze kant komt voor. Dus deze kant komt mooi voor. En deze kant komt achter met deze groef hier. Dus ja. Dus dit gaan jullie binnenkort allemaal niet meer zien. Nee. En daar hebben we Ro. Hij schat. Laat hem maar even aan. Laat hem maar even lekker aan. Ja. Kijk, top. Dus ja. Dus eerst ga ik die even in elkaar zetten, dan... laat hem maar even staan alsjeblieft, laat hem even staan. Ik ga eerst wel even die even in elkaar zetten, maar dan even de telefoon even in de houder. Dan kan Ro ook maar even filmen, of hoe dan ook. Mag Ro lekker in deze stoel lekker zitten. Even dit er even uit, kan Ro lekker even hier zitten. Helemaal top. Ja, dus dat is even het plan van aanpak, zeg maar. Ja. Want hier, deze tafeltje komt namelijk in die hoek, daar bij de gordijn. Want dan kan de kerstboom erop. Dus ja. Nou, we gaan deze maar eerst even in elkaar zetten, dames en heren. Koeken en peren. Ja. Ik weet het. Jullie zouden al zeggen, pak een schaar. Maar dat doe ik niet. Daar heb ik geen zin in. Nee. Heb ik geen zin in. Kijk, want dit is gewoon een hele simpele om deze in elkaar te zetten. Dit is gewoon simpel. Kijk, hartstikke mooi, een tafeltje. Dat is 1. Kijk. Ja, dat is pootje 1. Dat is pootje 2. Pootje 3. En pootje 4. Hé, nou hier hebben we de dingen in. Nou, joehoe. Fijn. Dat zou Ro dan altijd weer zeggen, joehoe. Denk ik zo. Ja, nou weet je wat? Donder lens er al heen, doe hem gewoon open. Nee, hij wil niet altijd. Nee, dat is het probleem. Kijk, even kijken. Tratratrat. Weet je wat ik doe? Ik doe hem gewoon eerst hierin. Als je wil. Helemaal top. Serieus dat je hem daar niet in wil? Nee, maar hij wil even er niet in. Deze dingetjes. Ik moet deze niet hebben, maar ik moet die andere hebben. Moet ik niet andersom zitten? Schat, het is allemaal hetzelfde. Ziet er anders uit. Nee, kijk. De winst wel. Ja. Ruikt dat niet? Nee, joh. Dat is prima. Ga jij maar kijken, maar... Dat is, hij wil gewoon even niet in, nog niet, nog niet. Ken je mij nog niet, want ik pleur hem erin. Ik moet gewoon even een hamer hebben. Best. Prima. Nee, wacht maar. Hij komt niet. Hij komt er iedere keer scheef in. Dat
Hier zijn de stokraden nog, hè? Ja, dankjewel. Kijk, gewoon even met een waterpomptang en dan pakt hij hem wel. Nu wel. Moet ik hem ook daar zo meteen er weer gewoon in kunnen draaien. Dat is al één poot. Hé, hey, ja, ik ben slim. Ik ben heel slim. Zeg ik dan wel, hè, dat ik slim ben, maar... Ik voel me slim, zou ik het zo zeggen dan. Zo. Weer een beetje beschadigingen, maar dat houdt toch wel. Ja. En de juf dus. En de juf? Ja. Wat is MDF? Weet je dat niet? MDF? Nee, wat is M? Dat is. Nee. Dat is en dat is die. Dit is en dit is geen MDF. Nee, dat is niet. Dat wel. Ja. Als je hier eigenlijk een gat doorboort, ja, dan heb je allemaal kleine doorkijkjes, zeg maar. Ja. Moet ik het uitleggen. Daar laat je het zo zien op de computer, MDF. Binnenkant. Ja, maar is jouw moeder ook al klaar dan? Ja, ja. Ben je eitje nog niet? Ah. Zo, nou, dit is het tafeltje. Ja. Dit is één. Dat is mooi. Dus die ga ik even op zijn plek zetten en dan zijn we zo meteen weer terug bij jullie. Dit is een zwarte zeker. Een zwarte? Kijk wat het mooi is. Ik wist niet dit, ik weet niet dit, want hier staat. Kijk eerst even op het woord. Mijn bonnetje die zit in mijn jaszak. Nee, kijk op. Nee, dat gaat goed. Kijk maar. Nee, witte. Witte. Zwart. Hè? Huh? Een verkeerde doos dan. Dus daar staat ook wit op het plaatje. Ja, maar hier is zwart en hier is ook zwart. En vaak, als de zijkanten het aangeven. Misschien stond het pakken. Van dit is het punt waar je moet pakken met hefdruk, zeg maar. Ja, dat kan ook. Dat doe je zelf verder. Hè? Huh? Dat doe je zelf verder, ja.
Zo. Dat is één. Ik kan alles hier er even uit. Dan pleur ik hem er toch alsnog weer in. Ook leuk, handig. Ja, mag eruit, maar ik doe hem toch goed weer in. Hey. Je hebt het weer opgeborgen. Nee. Doe dat dus even lekker niet. Zo. Zo. Dus dit is het kastje. Zo. Dus dat. Helemaal top weer.
Doe ik even in de slaapkamer, want ik ben net aan het even geven om te beginnen. Op dit moment. Die gaat gewoon even. En anders even hier staan, ook goed. Dat is ook veilig. En dan... Kijk, schat, ik wil deze groef wil ik aan de achterkant hebben. Dat is mooi, dat mag. Zo. Mm-hmm. Alleen je moet die kastjes een stukje naar. Heel stuk naar voren. Ja, heel stuk naar voren. Wees blij dat ik het nu even gelijk controleer hoe het moet. En wat een verandering, hè, gelijk, hè? Mm-hmm. Alex ook. Ja, maar als je dit doet, nee, ik wil het anders hebben. Punt. En dan. En dan die poten eronder. Ik heb een heel stuk. Werkblad in één keer. Mm-hmm. Oh! Nee, maar... Je grip wel ietsje meer naar voren, zou ik zo zeggen. Hè? Grip wel ietsje meer naar voren. Dan ga je kantelen. Hoe bedoel je kantelen, schat? Dan de kant naar achter. Schat, hallo. Die poten komen er nog achter. Oké, ja! Hé, poten, waar hadden we die hier? Kijk. Dat de poten, dat de poten, dat de poten, dat de poten. Kijk, dat is dus wat ik jou wil laten zien. Ik heb het zo in mijn hoofd dat ik weet hoe het moet. Kijk. Kijk, als je dus hier die poot hebt, je gaat hem omhoog doen, ja, met die andere ding erbij. Mm-hmm. Nou, met die pootjes, daarom dat ik zeg, ik wil dat soms nog even uitmeten samen met jou.
zijn zijkant. Nee, helemaal niet. Ja, ik heb hem. Ja. Oké. Okay. Kijk uit met die weegschaal. Even, schat, alsjeblieft. Even erop. Nee, dat is dus, ik wil gelijk rammen. Ik wil mijn agressiviteit kwijt. Dus daar een zak al. Uitkijken. Als jij hier gaat staan, uitkijken. Dat als er iets loskomt, dat je gelijk uit over de kom heen mietert. Dus alsjeblieft. Nee, niks vasthouden. Kijk, alsjeblieft. Zo, kapot is hij. Alsjeblieft. Kom over het balkon heen. Lekker. Zo. Zo, en zo kapot is hij dus. Zo kapot is hij dus gewoon. En anders zet je hem even daar en bij de bank even neer, schat. Alsjeblieft. Alsjeblieft, zo snel heb ik hem iets uitgehaald. Oh, wow. Kijk eens deze. Alsjeblieft. Mooi. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Als jij die en dat plankje voor jou, ja. Mooi, even inderdaad die even daar neerzetten, gewoon daar, waar, ja. Als jij dan nu even deze zwaarst, ja. Even geduld, niks doen, blijf. Een hele goede avond allemaal, ja. Ik zit weer zoals gewoonlijk weer op bed. En dat betekent dat ik lekker ga slapen. En dat ik nog een telefoontje kan verwachten. En dat ik deze vlog lekker met jullie gezellig ga afsluiten. Ja. Dus dat is het einde van de vlog. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat dan een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.